deze plechtige herdenking is al voort. Straks zal de kransen worden gelegd, eerst door de Belgische delegatie, daarna gemeentebestuur, daarna vereniging plaatselijk belangvelen en daarna de commando's. Na de kranslegging zal een minuut stilte in acht worden genomen en daarna zal het de laatste poos worden geblazen en daarna de vlaggen hijsen. Mag ik nu de Belgische delegatie bezoeken voor de kranslegging?
Vandaag, 12 april 2000, is het precies 55 jaar geleden dat Veluwe werd bevrijd van de Duitse bezetter door het Belgisch SAS-regiment. Als bestuur van plaatselijk belang Veluwe zijn we de Belgische oudstrijders zeer erkentelijk dat zij vandaag de lange reis naar Veluwe hebben ondernomen om deze plechtige herdenking bij te wonen. Onze gedachten gaan ook uit naar kolonel Blondeel. Hij zou graag bij deze herdenking aanwezig willen zijn, maar zijn gezondheid laat dit niet toe. Donderdag 12 april 1945. Bij de sluis in Veluwe is alles rustig. De Duitsers hangen wat rond in hun stellingen en weten niet hoe ze de tijd moeten doden. Een van hen staat zelfs rustig naast de sluiswachterswoning zijn fietsband te repareren. Plotseling komt hier een verandering. Het Belgisch parachutistenregiment komt vanuit richting Vlachtwedde en wint de strijd aan met de vijand. Huizen worden in brand geschoten. Aanvankelijk ging het niet gemakkelijk. De onthutste Duitsers wisten zich te herstellen, zodat de Belgen moesten terugtrekken. Ze kwamen terug en zetten door. En 's avonds werd een zwoegen bekroond. Een schaduwzijde was er ook. Duitse scherpschutters waren bij de vlucht achtergebleven om hun tegenstanders nog zoveel mogelijk schade te brengen. Daardoor werd de commandant, baron Philippe Rollin, gedood en Etienne Hazard en Jane Bruet zwaar gewond en ook de laatste twee bezweken later aan hun verwondingen. Ter nagedachtenis aan deze drie Belgische para's is op 12 april 1950 dit monument officieel onthuld door mejuffrouw Jantje Zijlstra. Zij werd tijdens de bevrijding van Veluwe ernstig gewond. En de Veluwe sluis werd Rolinbrug, vernoemd naar Philippe Rollin. Nu staan wij hier samen bij het monument, bij de Rolinbrug. Oudstrijders, mannen op leeftijd om hun kameraden te herdenken. Het huidige bestuur van plaatselijk belang Veluwe bestaat uit een jongere generatie die de oorlog niet heeft meegemaakt, maar dit uit mond van ouders of grootouders heeft horen vertellen. Bij plaatselijk belang Veluwe zei het misschien in kleine kring, herdenken ieder jaar op 12 april de slachtoffers, zodat ook de jongere generaties niet zullen vergeten welke offers het Belgisch SAS-regiment voor de bevrijding van Veluwe heeft gebracht. Dank u wel. Overste, zeer gewaardeerde gasten uit België, dames en heren. Vandaag sluit ik mij namens het gemeentebestuur van Vlachtwedde aan bij de hartelijke welkomstwoorden van u gesproken door de voorzitter van plaatselijk belang Veluwe, de heer Kuper. Het gemeentebestuur van Vlachtwedde stelde het eveneens bijzonder op prijs dat u vandaag met zoveel naar deze plaats bent gekomen om de herdenkingsplichtigheid voor de hier in Veluwe omgekomen Belgische parachutisten bij te wonen. U een bienvenue chaleureuse en français et surtout ici à Veluwe, 55 ans après ce que c'est passé. Exprimez au leur adresse nos sentiments sincères de gratitude envers tous les hommes qui ont fait tous leurs efforts pour notre libération et même trois ont laissé la vie. Le camp de concentration, le Shoah, le Goulag, on ferme mal la porte sur les vitres et l'avenir never surrender. Dan jamais à désespérer de l'homme. Beste vrienden, Padre van der Goten, onze oud-almoezenier, een zeer wijze oude man, onderbrak me onlangs toen ik aanhaalde, nu wij oud worden. Hij zei, jullie worden niet oud, jullie zijn oud. Het zij zo. Wij spreken niet over het verleden, wij spreken over een andere tijd. We waren toen amper, zelfs niet helemaal, twintigers. De jeugd van toen. Zoals de jeugd vandaag hadden wij ook onze wensen, ook onze woordenschat. Die klonk toen wel anders. Bezetting, opeising, honger, haat, wegvoeren, gevangenis, verzet, saboteren, fusilleren. Ik bespaar u nog meer en nog erger. Wij waren de generatie die niet werd opgevoed door professoren, maar door de oorlog.
60 jaar geleden. Zij noemden ons terroristen, wij noemden hen vijanden. Onze wens was het opnemen tegen hen met gelijke wapens, met open vizier. Daarom werden wij parachutisten. Belgische SAS-groepen werden geparachuteerd in Frankrijk, ook in België, ook in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland, waar ze tot meer dan 6 maanden achter de lijnen in actie waren. Wij voerden de gewaagde infiltratie uit vanaf Coevorden langsheen de grens tot aan de Dollard. We moesten Eddy Blondeel en zijn kader hebben om zulke onderneming te doen slagen. Hier te velen veroverden wij een bruggenhoofd en verloren 3 van onze makkers, Collard, Gruer en Hazard. De troepers Hazard en Gruer hadden gediend in het maquis. Ze verwierven een ijzersterke moreel door de ontberingen en de lange ongelijke strijd tegen de bezetter. Zij besloten hun medestrijders van het verzet in de nog bezette gebieden te helpen bevrijden. Daarom werden ze oorlogsvrijwilligers. Weggemaakt heb ik toch behoefte aan, als een van de ouderen die ook de bevrijding heeft meegemaakt, toch een klein woord tot u te spreken. Ik zal mijn betoog dan ook zo kort mogelijk houden. Graag wil ik u in gedachten nog even mee terugnemen naar de tijd 40-45, nu meer dan 55 jaar geleden. Na een lange periode van crisis voor alle bevolkingsgroepen in Europa kwam 10 mei 1940 de bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland. Vele van de mensen toen dachten na alle misère dat het beter zou worden. Meer werk, dus ook meer verdiensten. Maar helaas, het werd anders. Van vrije meningsuiting was al gauw geen sprake meer. Joden werden opgehaald en naar kampen gebracht, onder andere Westerbork. Vele jonge mannen werden aangeschreven om in Duitsland te gaan werken. Als je weigerde, werd je opgehaald en ook gedeporteerd naar een werkkamp Duitsland. De voorzieningen werden steeds schaarser. Distributiebonnen werden ingevoerd. In de herfst 1944 werden alle woningen van de elektriciteit afgesloten. Wij zaten 's avonds bij een oliepetje. Dat was een schempotje afgevuld met water. Daarop werd olie uit koolzaad gewonnen met een katoenen draad erin. En je kon een katoenen draad erin, je kon er geen krant bij lezen. Ook mocht je van 's avonds 8 tot 5 uur 's morgens niet buiten de deur komen. Stel je dat nu eens voor, de jeugd gaat nu na 8 weg en komt 's morgens terug. Alles gaat nu aan om 2000 bijna vanzelf. Je draait het knopje maar om en er is licht. Mensen gaan op visite of naar een party. De afwasmachine of wasmachines doen hun werk. Waarderen wij dit allemaal nog? Wordt er nog wel eens aan een klein beetje teruggedacht aan die tijd? Zij waren het. De jongens die daar staan, die een einde hebben gemaakt aan die voor velen zo'n ondraaglijke tijd. Zij hebben hun leven ingezet, ook voor de bevrijding van velen. Rollin, Breuer, Hazard, zij hebben hun leven gegeven voor velen. Velen is dan ook de 12 april 1945 een rouwdag geworden. Laten we dat dan ook beslist niet vergeten. Ik wil dan ook bij deze de bevolking van velen ook in de toekomst, als wij niet meer in staat zijn dit werk te kunnen doen, dat de vlaggen en velen tot in lengte van dagen de 12 april al stop mogen hangen. Nog een woord speciaal voor de Belgische mannen. Mon ami de la Belgique, de zet en droit,
je vendrais, voudrais exprès première mon appréciation du fait que vous continuez à retourner à ce lieu spécial. Afin vous commémorer avec nous vos amis tombés dans le cœur. Nous fidélisons tout, mais j'espérais que nous pourrons retourner encore souvent à cet endroit. Merci beaucoup.